Welkom bij aflevering 33 van Moordzaken de podcast. Ja, wij zitten hier al helemaal in de kerstsfeer aan de keukentafel. En ik heb Carrie net alvast even verrast met een kerstcadeau, want ik weet Carrie die houdt van spelletjes. Ja, ik heb van Eddie echt een waanzinnig mooi spel gekregen. Dat wilde ik heel graag hebben. En het heet Investigation Files, Moord in Parijs. Dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. En uh, ja, dat is een net nieuw geïntroduceerd spel. Ja, heel spannend. Hè? Het is een, een escape room moordspel met allemaal nou, meer dan 100 bewijsstukken. Zoals krantartikelen, autopsierapporten, uh, telefoongegevens. Het zit echt waanzinnig goed in elkaar. Nou, dan moeten we dat misschien zo uh, na de opname gaan spelen. Wij nee, als uh, ervaren speurneuzen die houden daar natuurlijk wel van. Kunnen we kijken wie het het uh, beste kan, Carrie? <laughs> nou, dat laten we jullie de volgende keer weten. Uh, misschien ook leuk voor jullie, luisteraars. Wil jij ook als een echte regisseur een moordzaak oplossen? Investigation Files, Moord in Parijs. Leuk cadeau voor de feestdagen. Ja, en het mooie is als je dat via Goliathgames.nl bestelt... en je gebruikt onze kortingscode MOORDZAKEN2021... Dan krijg je maar liefst 10 euro korting op de normale prijs. En het mooie is, dit geldt tot het eind van dit jaar, tot 31 december. En ik kan je verklappen: je kunt het nergens zo scherp geprijsd kopen als hier. Mooi. Nou, van de spelletjes naar serieuzere zaken. Um, deze moordzaak gaan we de, de zaak behandelen van Ivana Smit. 7 december 2017, dat is rond deze tijd, vier jaar geleden. Uh, Ivana, ja, bloedmooi Ivana, nog maar 18 jaar. Die valt dan van de 20 twintigste verdieping van een balkon... van een appartementengebouw in Kuala Lumpur in Maleisië. En meer dan 40 meter lager wordt haar lichaam naakt op de zesde verdieping gevonden. Dus de 7 december. 2020. Terug in de tijd ja. naar het nieuws. Um, ja, Noord-Korea voerde in die tijd echt de zwaarste kernproeven ooit uit... En uh, dat zette de boel behoorlijk op spanning. En uh, het is zelfs zo dat ze eigenlijk toen bedacht hadden... we hebben een raket waarmee we zelfs het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. Je kunt je voorstellen, zorgde voor de nodige internationale onrust. Ja, ook veel onrust op het vrouwelijke vlak, hè? Uh, Het was het jaar van de MeToo. En het Amerikaanse tijdschrift Time... die verkiest dan ook MeToo-beweging tot Person of the Year. Of dat nou zo'n eretitel is? Hmm, weet ik ook niet. Kun je wel vragen. Ik heb uh, deze keer wat crime-nieuws. Uh, het waren 200 agenten die het uh, clubhuis van de motorclub Satudara in Geleen uh, kwamen opzoeken en doorzochten. Uiteindelijk uh, vijf mensen opgepakt. En ja, dat was denk ik ook wel een beetje het begin of het einde van al die motorclubs. Niet rouwig om mij. Nou, het meest bekeken YouTube-filmpje van 2017 is het filmpje van uh, Arjan Lubach... Dat kun je vast nog wel herinneren. Dat heette Even voorstellen aan Trump. Dat was dat filmpje dat meer dan 10 miljoen keer is bekeken. Van The Netherlands second best. Ja, dat was een hele goeie. Briljant, ja. ja. Uh, ik had ook nog wat sport. Ja? Uh, en ik moet uh, iedereen af en toe tot zijn recht laten komen. Dus Feyenoord voorkomt in het laatste groepsduel van de Champions League... dat ze puntloos worden uitgeschakeld. Want ze winnen met 2-1 van Napoli. Uh, ik zou ook de doelpuntenmakers noemen... Uh, Jurgensen en Sint-Just. Overigens, wel het jaar waarin Feyenoord kampioen werd. Dus uh, best een goed jaar voor ze. Voor de Rotterdammers onder ons, ja. Um, nou, het woord van het jaar. Misschien ook leuk om te weten. Uh, was in Nederland app-ongeluk? Nou, ja. en ik heb daar wel eens iets over gelezen qua onderzoek. Het gebeurt echt heel veel. Ja. Dat mensen tijdens het appen toch niet opletten. en de meest vreselijke dingen uh, veroorzaken. Andere woorden dat jaar waren nog ook uh, ei. Me too, verhaal en regenboogtaal. Ook nog even voor de Belgische luisteraars. Hè. Daar werd namelijk het woord koesterkoffer verkozen tot woord van het jaar. Zal ik je even uitleggen? koesterkoffer is een koffer met tastbare herinneringen... om een jong gezin te steunen na het verlies van een kindje. Het is wel mooi hè, dat de Belgen hebben iets koesterkoffer, iets om te koesteren. Ja, uh, ik snap Hij zit meer in de ongelukhoek uh, hier. Ik ja. snap hem. Ik, uh, goed dat je het even uitgelegd hebt. Alsjeblieft, ja. Uh, Komt bij het weer, denk ik. Ja, december uh, 2017, één van de extreme. Dus Het is in die week dat het enorm begint te sneeuwen. Sneeuwpakken van meer dan 40 centimeter. Code rood, heel Europa zat op slot. Ik weet nog dat ik in Oostenrijk zat, kwam ook niet meer terug. Ik heb daar twee dagen vastgezeten. Maar doet er niet toe, want deze zaak speelt zich af in Kuala Lumpur. Ik wou net zeggen, daar is het gewoon dag en nacht rond de 30 graden. Dat noemen ze ook wel eens de stad zonder seizoenen. Hoe heerlijk moet het zijn? Nou, muziek. Zeker weten. Ed Sheeran had een mooi nummer in die tijd. Perfect. En hij bedacht zelfs dat hij dat in een duet met Beyoncé ging zingen. En dat was een ongelooflijk succes. Heel lang nummer 1 in de top 40. En voor de Belgische luisteraars ook in de ultra top 50. Nummer 1. Luister maar. Dan komen we natuurlijk traditioneel bij onze gewetensvraag. Want we hebben nog steeds dezelfde supporter. Ja, nou, het is inmiddels geen vraag meer. Hè? Maar deze podcast wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Arthur van het Hek van Ami Advocaten. Hij eh, houdt kantoor in Dordrecht, maar is natuurlijk in heel het land actief. En al bijna 15 jaar specialist op het gebied van familie, jeugd- en kinderrecht. En hij is ook actief op het gebied van strafrecht. Anders kijk even op zijn website via www.amiadvocaten.nl Nou, ik blijf zeggen, ik hoop dat je hem niet nodig hebt. Maar toch, dank je wel Arthur. Ja, Ivana Smit. Veel luisteraars zullen over haar en deze zaak gehoord hebben. Een euh, zeer knappe Nederlandse 18-jarige vrouw... aan het begin van haar veelbelovende modellencarrière... En zij woonde in 2017, het jaar van haar dood, in Kuala Lumpur... waar ze net een, een megacontract had getekend, een lingeriecontract. Um, nou, een zaak die de afgelopen jaren echt veel publiciteit heeft gehad. De advocaat van de nabestaanden van de familie, Sebastiaan Dijkstra... Uh, en de familie van Ivana waren om anderen te horen en te zien in talkshows... Hè, bij Jinek, bij Bo, uh, Humberto Tan... Uh, zelfs een documentaire te zien van Thijs Seeman. En zelfs een boek geschreven over de zaak door de advocaat Sebastian Dieksra. Hebben wij natuurlijk allemaal gelezen? Ja, veel publiciteit, hè? niet voor niets. Het is dan natuurlijk hard gestreden om deze zaak in Maleisië voor het gerecht te krijgen. Dus het verhaal over Ivana. 7 december 2017. Uh, we hadden het net al gezegd. Ivana Smit valt uh, van de 20 e verdieping van het balkon van een appartementengebouw. En 40 meter lager wordt ze naakt gevonden op de zesde verdieping. Zoals ze dwars door een houten afrastering gevallen. En meteen goed te zeggen, de Nederlandse Ivana woonde dus uh, te tijden van de dood in Kuala Lumpur. Maar het was niet haar appartement. Maar van een succesvol Amerikaans Kazachs echtpaar dat samen met een vierjarige dochtertje in Maleisië woonde. Daar komen we zeker nog op. Alexander en Luna Johnson. Absoluut. Maar misschien eerst even een klein beetje veldwerk. Ja, je bent er geweest, uiteraard. Nou, ik ben wel ooit in Kuala Lumpur geweest. Twintig jaar geleden. Dus die herinneringen zijn wat vervaagd. Maar wat je niet vergeet als je daar bent, het is een, een, een metropool. Het is een megastad met invloeden uit allerlei landen. Het maakt het echt wel een hele bijzondere stad. Er wonen ook 1,8 miljoen inwoners. Uh, en toen ik er destijds was, was de attractie de Petronas Twin Towers, toen nog het hoogste gebouw ter wereld. Die zijn nu door allerlei uh, Arabische uh, gebouwen ingehaald. Maar het is echt een bijzonder land. Uh, de grootste religie daar is overigens de islam. En meer dan de helft van de mensen, dat zijn de Maleiërs. En uh, daarnaast heb je ook nog een grote Chinese gemeenschap en ook uh, behoorlijk wat Indiërs. Uh, Echt wel een stad die de moeite waard is om naartoe te gaan. Je hebt heel veel oud-koloniale gebouwen, kan ik me herinneren. Dat ziet er natuurlijk heel mooi uit. Je hebt een Chinatown, uh, ook Little India, maar ook heel veel van die enorme wolkenkrabbers. En dat is natuurlijk waar dit allemaal gebeurde. Want we hebben het over de Cap Square Residences. Dat was uh, het uh, appartementengebouw van de uh, familie, of lees uh, Alexander en Luna Johnson. Dat ligt aan de Yalandang Wangi. Dat is de uh, road. En Het gebouw was uh, in 2005 uh, gesticht. 36 verdiepingen, mega. Ik denk op een uh, toplocatie. Zou niet goedkoop zijn geweest. Sorry. Zeker niet nee. gratis. Nee, en wat, wat gebeurde er in de laatste uren voor haar dood? Hè? Hoe is Ivana over dat balkon 40 meter uh, laag terechtgekomen? Ja, dan denk je al snel: een, een ongeval of zelfmoord. Uh, was ze gesprongen? Is ze gegooid? Nou, daar gaan we deze podcast over hebben. Maar eerst iets meer over Ivana zelf. Ja, zeker. Uh, Ivana is geboren op 14 januari 1999 in uh, Sittard. Um, ze was een nakomertje. Ze had een oudere broer, Randy. Was al 14 jaar toen. Uh, eigenlijk wilden haar ouders, Karen en Marcel, geen kinderen meer. Uh, maar uiteindelijk was Ivana een geschenk voor de familie. Ze kwam toch. Ze oogde al vrij snel wat ouder dan ze was, heb ik begrepen. En ze zag er dus mooi uit. En al op haar dertiende uh, werd ze min of meer gespot door een castingbureau. Die waarschijnlijk overigens dacht dat ze wat ouder was, want ze was al 1,70 meter toen. Nou, je kunt je voorstellen, zoals veel meisjes, was ook voor Ivana het een droom om model te worden. Ze had in het begin de Nederlandse nationaliteit, maar ze heeft echt een heel groot deel van haar leven, en dan hebben we het over wel 13 jaar, heeft ze in Maleisië gewoond. En ze kwam dus eigenlijk pas in 2015 weer uh, terug in Nederland. Ja, ze woonde bij haar opa en oma daar in Maleisië. Want de ouders waren 24 uur per dag bezig met een uh, transportbedrijf dat ze hadden. Ja. Dus haar opa en oma die woonden daar en uh, die hebben haar eigenlijk daar opgevoed. Ja, en toen ze weer terugkwam, ik zeg Nederland, maar eigenlijk beter gezegd... die ouders woonden ondertussen in het Belgische Peer. En het zal je ook wel opgevallen zijn als er over deze zaak geschreven wordt... Als er in Nederland geschreven wordt, dan noemen ze het de Sittardse Ivana. Als het Belgische krant erover schrijft, dan hebben ze het over Peer. En uh, soms hebben ze het over Kuala Lumpur. Dus Ivana is een beetje van iedereen, heb ik het gevoel. Ja, dat is vooral ook uh, van voor wat karakter. inderdaad, Jij zei het al: zelfstandig uh, meisje stond graag in het middelpunt. hè? wilde graag de wereld veroveren. Nou, ja, voordat ze. Voordat ze dat contract kreeg, had ze ook bij modellenwedstrijden al meegedaan. En ze was zelfs bij dat Belgium's Next Top Model. Had ze hele hoge ogen gegooid. Dus ze was eigenlijk op 15-jarige leeftijd een beetje ja, bekendheid aan het worden, denk ik. En haar uiterlijk, want misschien goed om aan te geven dat ze een beetje half-Europees, half-Aziatisch uiterlijk heeft. Uh, haar familie heeft dat ook. Ja, dat gaf er wel bijzondere looks, moet ik zeggen. Ja, en daarbij was ze sociaal, zat ze had, uh, vrienden. Maar haar hart lag toch in Azië. Hè? Dus toen ze 18 jaar was, keerde ze terug. Alleen dit keer niet naar Penang, waar ze had gewoond al die jaren. Maar naar de hoofdstad uh, Kuala Lumpur. En dat eigenlijk om haar modellencarrière echt van de grond te krijgen. Nou, we weten ook allemaal dat het modellenwereldje. Is natuurlijk niet een heel lief wereldje hè? Dat is uh, vooral feesten, gezien worden, veel netwerken. Gelukkig hield Ivana wel van een feestje. Um, ze hadden dus de modellencontracten binnen. en had ook een nieuw Duits vriendje, Lucas. Ja, daar wonen ze net mee samen, nog niet zo heel lang. Een ja, maandje. Haar Insta staat nog steeds open. Hè? Je kunt de foto's nog zien. Ja. Ja. Nou ja, en Kuala Lumpur, je eentje als 18-jarige in de modellenwereld, is wat anders dus dan, dan Penang. Dus ondanks dat ze nu wel volwassen was en heel zelfstandig, waarschuwde haar moeder toch haar uh, meerdere malen. Die zei dan ook: Ivana, pas op, hoe mooier je wordt, hoe groter het gevaar. En haar moeder Karin die belde haar dus iedere dag, eh, volgens mij in de ochtend op via FaceTime. En zo ook deze donderdag 7 december 2017. Alleen deze ochtend kreeg ze geen gehoor. En diezelfde dag nog worden de ouders van Ivana gebeld met het verschrikkelijke nieuws over die dood van hun dochter. Dan zullen de rillingen je wel over het lijf lopen. Dan heb je het eigenlijk een beetje voorvoeld, zoals je zou kunnen zeggen. Die moeder die vond het dus ergens toch wel een beetje ongemakkelijk dat haar jonge dochter daar alleen zat... Uh, en uiteindelijk komt hetgene wat je echt nooit hoopt dat je zou horen toch gebeurt toch? Ja, ja Donderdagmiddag inderdaad 7 december wordt ze rond kwart voor drie gevonden door uh, de bewoner van die zesde etage, waar ze dus dwars door die houten overkapping uh, op het balkon is gevallen. Je hebt er ook foto's van gezien, denk ik. Enorm ja, het was, het was een beetje een houten schutting met een soort plexiglas plafond en daar is ze gewoon, ja, ze is 42 meter gevallen. Ja, dat is... Dus dat is natuurlijk een gigantische klap. Ja. Ja. Nou, rond drie uur wordt de politie gewaarschuwd en die komen dan kijken. Die zien dan ook op uh, de camerabeelden van het appartementencomplex dat Ivana s'nachts of uh, eigenlijk heel vroeg in de ochtend binnen is gekomen met een uh, stel dat op de twintigste etage woont. Dat is dus het echtpaar Alex en Luna Johnson. En ze bellen smiddags dus aan bij de Johnsons, maar er wordt niet gedaan. Ze horen dan wel geluid in het appartement, een soort van gerinkel, lijkt op een vallende fles. Maar de politie gaat toch weer weg en keert pas twee uur later terug. Ja. Hoezo? Je hebt iemand dus die daar van een balkon is gevallen en je, je komt twee En je uur later laat je terug. wel heel makkelijk afschepen ja. eigenlijk. De politie, ja, hoezo? Hoezo ga je niet naar binnen? Ja, nou, en wat deed ze daar in het appartement? Dat wil je dan weten. En vooral, wie zijn die Johnsons eigenlijk? Ja, nou, wie zijn de Johnsons? Alexander is... Uh... 44 en Luna is uh, 31. Uh, Luna is overigens Kazachstanse afkomst. Maar eerst maar eventjes uh, het verleden van Alexander. Ja, in beginsel weinig spannend, zeggen ze. Hij werkte in Amerika, in Georgia, bij een hypotheekbank. Hij woont in een modale woning. Het is allemaal een beetje doorsnee. Op zijn 30ste begint hij onrustig te worden. Hij wil, ja, hij wil wat meer in het leven. En hij ziet een, uh, een gat in de markt. Dus hij wordt wat rijker door financiële diensten te verlenen. En dan heb je het over woningkredieten. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is in Amerika. Maar op een gegeven moment, zijn eerste vrouw uh, verruilt hij ook voor een wat spannender, spannender stadsleven. Uh, ja, die, die, die kerel die ontwikkelt zich in die zin. En omdat hij ook wat meer geld heeft, ja, is hij een beetje man in bonus aan het raken. En uiteindelijk komt hij in 2011 terecht. In Maleisië, uh, waar hij een, een directeur wordt van een uh, serieuze investeringsfirma. Dat is ook, denk ik, uh, ongeveer de tijd dat hij Luna ontmoet. En ja, het is nog niet genoeg voor hem, want hij uh, is zo slim. Of dat weet ik niet, maar hij gaat zich helemaal verdiepen in de crypto-wereld. En daar is hij redelijk vroeg bij. En de Bitcoins. In de, ja. ja, hij heeft een eigen munt, Everus zal het misschien heten. Een crypto-munt in 2017. En uh, hij zou dat een, uh, tot een munt maken waarmee je ook in gewone winkels kan betalen. Nou, daar was hij natuurlijk vroeg bij. En uiteindelijk gaat dat ook gigantisch goed. Hij gebruikt zelfs een Maleisische onderminister uh, met een hele ingewikkelde naam uh, als adviseur. Dus het krijgt direct een beetje substantie. En die munt die is op het hoogtepunt 6,32 dollar waard. En nu ik zal het je vertellen, niet eens een cent, maar... Twee tiende cent. Dus daar is wel wat gebeurd in die tijd. Maar hij was op dat moment, en dan hebben we het over november 2017, uh, was hij gigantisch vermogend, in ieder geval op papier. Ja. En daar had hij zijn leven ook een beetje voor ingericht. Samen met zijn vrouw Luna. En uh, Luna wilde eigenlijk ook model worden. Die was dus in de dertig, maar uh, ook een vrij mooie vrouw. Uh, niet gek gezien haar uiterlijk, maar haar carrière kwam niet van de grond. Zij had een winkeltje daar in Kuala Lumpur, denk ik. Uh, en samen hebben ze een dochtertje van destijds vier jaar oud. En die twee die, uh, die waren wel bekend hè, in het uitgaansleven. Uh, en uh, Alex, die, wat je net al zei, die nestelde zich al snel in die invloedrijke laag van Maleisië. Hij heeft zijn weg daar gevonden. Hè. Ze wonen daar nog maar zeven jaar. Maar hij zat volgens mij al echt helemaal in, uh, in dat de onderminister van algemene zaken. Nou ja, dan volgens mij heb je het wel gemaakt. Dus geen onbekende mensen, en toen Ivane dus was overleden, is uh, de vader van Ivane meteen naar Maleisië gevlogen. En hij heeft uh, zijn dochter gezien in het mortuarium. En dan moet je denken, het is niet een aparte kamer, maar ze is gewoon de gang opgereden. Uh, en daar heeft hij haar uh, uh, waarschijnlijk ook geïdentificeerd. En het valt hem dan op dat ze blauwe plekken heeft in haar hals. Dus haar vader denkt dan meteen dat er geen sprake is van een ongeluk. Want dat is wel wat de politie op dat moment heeft geconstateerd. Hè? Die zeggen dan, Ivana is overleden na een noodlottig ongeluk... of zelfmoord, sudden death noemen ze dat. En dat heeft de Maleisische politie al na één dag besloten. Ja, dus... ongelooflijk snel uh, om tot die conclusie te komen. Dat, dan zou je bijna denken, daar heeft iemand iets wat mee te maken. Ja, je moet nog heel veel vragen hebben, toch? Je moet nog van alles uitzoeken. Dus. Uh, en dan is het tweede geval is ook nog... hij wil natuurlijk Ivana mee terugnemen naar Nederland... maar om dat lichaam dan vrij te geven... Moeten ze een document ondertekenen, de familie... waarin staat dat het gaat om een ongeluk of zelfmoord? Nou ja, ze hebben natuurlijk enorme twijfels. Dus ze willen dat document niet ondertekenen. En haar familie keert dus zonder haar lichaam terug naar Nederland. Het moet ook vreselijk zijn om haar daar dus achter te laten. Ja, maar ik begrijp wel dat ze dat document niet willen ondertekenen. Nee, natuurlijk niet. Ze zien allerlei dingen die echt om een verklaring vragen. En die krijgen ze niet. Maar ze hebben gelukkig iemand die ze gaat helpen. Sebas Dijkstra, ja. Die kennen we nog, hè? die hebben wij. Uh, bij natuurlijk. Charlene. Uh, Charlene. Ook ja. de puzzelmoord heeft hij slachtoffers gedaan. En ja. ook bij Johnny W. Het is een beetje zijn specialisatie om nabestaanden te helpen. Ja. Of ja. in ieder geval om te zorgen dat dingen toch onder de aandacht blijven. als het Openbaar Ministerie misschien niet wil vervolgen. Ja, en hij doet het dan ook pro bono. Hij, heeft, hij doet het gratis voor de familie. Hij uh, wil zijn hulp aanbieden, in ieder geval om het lichaam van Ivana weer terug te halen. Ze vragen zelfs de hulp in van minister Halwe Zelstra van Buitenlandse Zaken destijds. Um, om het lichaam weer terug te halen en om wat druk te zetten bij de autoriteiten daar in Maleisië. Uh, want is het inderdaad zelfmoord, ongeluk of moord? Want het laatste moment dat we weten dat Ivana nog in leven was, was donderdag om vijf, half acht in de ochtend. Haar vriend Lucas wordt dan rond half zeven wakker, en Ivana die ligt niet naast hem. Dus hij appt of belt haar. Ze hebben in ieder geval contact. En ze vertelt hem dat ze bij een vriendin is, uh, moe na een nachtje feesten. En ze gaat daar slapen. Ze moet later die dag nog werken. Hij krijgt dan vijf minuten later opnieuw telefoon. En dan wordt hij gebeld door Luna. Die nogmaals benadrukt dat het eigenlijk allemaal hartstikke goed gaat met Ivana. Heel snel daarna. Best opmerkelijk. Nou, heel raar, want uh, Lucas kent deze Luna helemaal niet. Dus waarom zou zij hem nou, Alleen bellen? van naam geloof ik, maar nog nooit ontmoet. Het is eigenlijk heel raar dat zij hem belt. En dan een half uur later dan stuurt Ivana hem een selfie. En ja, dat is, een... is helemaal vreemd. Want uh, tenminste, vond ik. Hè, er, er staat bij I'm chilling at my chick's place. I love you. Nou, en nog een rood hartje erbij. Maar Lucas die zegt later. Ja, dat woord chick, dat zou Ivana echt nooit gebruiken. Dus het is maar de vraag of Ivana dat appje zelf heeft verstuurd. En als je ook kijkt naar die foto, daar staan twee dames op die er nog redelijk fris uitzien. In ieder geval niet alsof ze een hele nacht hebben doorgefeest en uh, wat nog meer. Je kunt overigens ook niet de achtergrond zien op de foto. Dus hij kan best wel uh, eerder genomen zijn, denk ik. Nou, en hij zegt ook nog eens keer: er zijn dan wel echt wel meerdere selfies per dag. En dan zorgden ze altijd voor dat zij het middelpunt was. En op deze selfie staat Luna echt vol op die foto. En dan staat zij iets meer uh, naar de onderkant. Dus dat vond hij ook heel apart. Um, nou, volgens Luna Johnson waren ze om half zes uh, die donderdagochtend na een nachtje feesten thuis. Om half acht wordt het vierjarige dochtertje van de Johnson's wakker. Luna, Ivana en het meisje ontbijten samen en om acht uur brengt Luna dat kind met de taxi naar school. En dan beweert ze dat ze een half uurtje later terug is, uh, rond half negen de ochtend. Ze heeft dan seks met Ivana en gaat dan slapen. Ze zat om tien uur nog wel, had ze Ivana naakt en giechelend door het appartement zien lopen. En daarna is Luna in slaap gevallen en wordt ze rond uh, vijf uur in de middag wakker. Althans, dat is het verhaal van Luna Johnson. Ja, we zullen later nog wel wat meer vertellen over wat er allemaal die nacht daar gebeurd is. Ja, Alex Johnson die, die heeft überhaupt niks gemerkt. Hè? Die zegt dat hij al die tijd geslapen heeft. Hmm. Nou ja, de, de ambassade van Nederland heeft Interpol ingeschakeld. Hè. Dus uh, er wordt wat uh, diplomatieke druk uitgeoefend uh, om een nieuw onderzoek te starten. En uh, nou, Nederland heeft natuurlijk al in verband met de MH17... hebben ze nauw contact met de autoriteiten in Maleisië. Dus dat zal waarschijnlijk wel helpen. In ieder geval wordt net voor kerst het lichaam van Ivana gelukkig vrijgegeven. Zonder de benodigde handtekening. En terug Nederlands. Dan wacht natuurlijk onze grote held Frank van der Goot op dit lichaam. Hij krijgt het op uh, 23 december komt het aan in Nederland. Het wordt volgens mij rechtstreeks naar zijn uh, ruimte vervoerd. Hij heeft natuurlijk ook gevraagd of ze er zo min mogelijk aan hebben willen doen. Maar ja, het, uh, hij kan er in ieder geval mee vooruit. Volgens mij komt het zelfs in vrij goede staat aan. Ja, het heet een hersectie, want dat is natuurlijk de tweede keer. Tweede abductie. Op goed, wel goed te zeggen eigenlijk dat dit dus niet op de initiatief van het OM gebeurt. Maar echt op het initiatief van de familie en Sebastien -Diekstra. Nou, en zijn, en zijn bevindingen zijn wel schokkend te noemen. Ja, want uit onderzoek blijkt nou, dat het letsel van Ivana... in ieder geval niet zonder meer past bij iemand die uh, van grote hoogte is gevallen. Hij zegt zelf ook heel mooi... Wat ik heb gezien doet op zijn minst mijn wenkbrauwen fronsen. Ik krijg hier een heel naar gevoel bij. Ja, ze heeft een grote wond uh, op haar achterhoofd. En uh, nou, die, dat letsel lijkt ontstaan kort voor haar dood. Hij denkt zelf volgens mij rond een, een half uur, uur voor haar dood... Dus dan is ook de vraag hoe is dat ontstaan? Uh, kan een val zijn, maar ook een klap. En uh, hij heeft ook gezien dat in haar bloed sporen zijn gevonden van uh, alcohol en uh, cocaïne. Maar ook sporen van PMMA. Hè. Dat is een, een, eigenlijk een slechtere variant van MDMA. Dat wordt gebruikt voor ecstasy. Dus dat is een soort partydruk. Hè. En in combinatie met coke kan PMMA fataal zijn. Ja, nou, daar kom ik straks nog wel even op terug. En dan moet ik het niet vergeten. Dat is echt een behoorlijk uh, giftig goedje. Ja kan kan uh, tot onregelmatige hartslag leiden, zelfs een hartstilstand. Ja, of juist een extreem hoge temperatuur van je lichaam. Nou, en dat is natuurlijk ook niet ondenkbaar als je al bedenkt dat het daar sowieso vrij tropisch was. Ja, um, ja volgens mij 42 graden, een hyperthermie. Ja. 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 Nee, dus... Maar laten we ook eerlijk zeggen: wij vinden Frank van der Groot zo'n interessant figuur. We zijn ook bij hem langsgegaan. Ja, ja, maar we moeten eerst misschien nog even iets anders zeggen over zijn bevindingen. Want... Ja, nee, zijn bevindingen, maar dat, we hebben het niet alleen gelezen, we nee. hebben hem ook gesproken. We zijn bij hem thuis ja, geweest. we zijn bij hem geweest. Ja, ja. Maar... We zijn nu nog meer fan. Ja, nee, hij heeft namelijk zijn bevindingen, heeft hij nou met, met allemaal collega's besproken, hè, binnen en buitenland, en die delen ook allemaal zijn conclusies. Want wat is nou heel uh, belangrijk ook, hij heeft foto's bekeken van hoe Ivana erbij lag. De positie waarin zij gevonden is. En uh, nou, hij zegt: uh, dat is een positie, een scenario waarbij uh, zij met een volledig ingetreden rigor mortis, dus uh, lijkstijf, naar beneden is gevallen. Ja, want je moet je voorstellen: ze hebben haar gevonden eigenlijk helemaal netjes liggend op haar rug. En dan met haar uh, armen naar haar borst gevouwen, als het ware. Ja, dus haar bovenarmen van het lichaam afstaan. En dan de onderarmen weer buigen naar haar borstkas toe. En het is eigenlijk ook eigenlijk een soort houding hoe je in bed zou kunnen liggen. Dus uh, de houding die wijst erop dat er reeds sprake was van lijkstijfheid hè, voordat ze naar beneden viel. Hij zegt dan ook: een ander scenario is moeilijker voorstelbaar. En hij zegt er ook nog eens keer bij wat belangrijk is: er was nagenoeg geen bloed. Dus dat daait er eigenlijk ook op dat ze dood was voor de val. Nou Hij zei: al, we zijn bij Frank op bezoek geweest. We hebben hem zelf even gevraagd naar de eventuele scenario's hoe Ivana zou kunnen zijn overleden. En hij kwam met de volgende scenario's. Er zijn een, een, een aantal scenario's. Punt 1. Ivarna. Onder invloed. Over de rand, rand gestapt. Omlaag gedoken. Scenario 1. De bevindingen passen daar op geen enkele wijze bij. Ik sluit het niet uit, maar doe normaal. Ivarna. Onder invloed reeds overlijdende. En op het moment dat ze op de rand staat, gaat het hart uit en is in feite al aan het overlijden terwijl ze, terwijl ze valt, dat zou kunnen, maar dan heb ik die handjes die boven dat, boven dat lichaam staan. Die bent pas na een uur bij stijf. Mogelijkheid 3. Ivana is al dood, wordt gevonden en wordt over de rand gegooid. Zo lijkt het even als een plank. Iedere denkbare bevinding past daarbij. Scenario 4 is altijd het grote noodscenario. Er is extra informatie die ik niet weet. Dat is scenario 4. Nou, Eddie, hij is er toch echt wel van overtuigd dat Ivana al dood was... voordat ze over het balkon uh, heen ging. Ja, hij zal natuurlijk nooit zeggen dat iets met 100% zekerheid zo is. Want ja, dan zou je zelf uh, de moordenaar zijn als je het 100% zeker wist. Vond ik wel uh, goed verwoord van hem. Uh, maar ja, hij, hij, hij geeft aan dat hij heel sterk denkt dat het zo uh, gegaan is... dat ze al eerder overleden is. Ja, en die familie die voelt zich natuurlijk ook gesterkt... Hè, door dit rapport van Frank van der Groot... Uh, die hebben natuurlijk ook nooit geloofd in een ongeluk. Dus sterke aanwijzingen dat er al lijkstijfheid ingetreden was. voordat Ivana over de balkonrand viel. En dat verklaart dan ook dat ze naakt gevonden werd. Hè? Want als je eenmaal lijkstijf bent. dan uh, kun je onmogelijk nog uh, je laten aankleden. Dus wat denkt de familie? Nou ja, uiteindelijk denkt de familie net als Frank van der Goot. dat het toch zo is dat Ivana overleden is aan een overdosis. En daar zullen we later ook nog op terugkomen. Niet vergeten. In die nacht is er natuurlijk best veel drugs en drank uh, gebruikt en ja daar zaten dus ook slechte bestanddelen bij. Ik ben zelf geen drugscanner, ja dat kan natuurlijk zomaar misgegaan zijn. Ja, dat denkt de familie dus ook hè. Een eventuele overdosis, maar uh, dan nog uh, de Johnsons die hebben dan Ivana dus wel van het balkon gegooid, uh, waarschijnlijk niet wetende wat ze met haar aan moesten, hè. dus waarschijnlijk in paniek. Zwaar onder invloed op dat moment, uh, bang in de war, uh, bang nou, om te worden betrapt, onder invloed van drugs. Ja, of juist ook uh, omdat ze in Maleisië zijn. Dat is natuurlijk een land dat ook bekend staat om zijn strenge uh, rechtssysteem en straffen. Uh, kijk, in Nederland zijn we misschien nog een beetje soepel als je drugs in bezit hebt. Maar in dat soort landen kan dat hele lange gevangenisstraf betekenen. En een uh, drugsdealer die kan zelfs de doodstraf krijgen in dat soort landen ja, ze hebben natuurlijk misschien gedacht van jeetje, dit is het allerlaatste waar, uh, waar we mee te maken willen hebben. hoe gaan we dit oplossen? ja, je kon natuurlijk ook niet via de deur via de lift naar beneden met camera's en mensen, dus uh, dat was over het balkon, dus de enige optie. Ja, de politieonderzoek, uh, er worden 48 getuigen gehoord en geen van al deze getuigen heeft natuurlijk iets gezien. Uh, echtpaar Johnson zelf ook gehoord, maar die zouden dus slapen. Uh, nou ja, cruciaal in het onderzoek is wel dat die woning van de Johnsons niet is verzegeld door de politie. Nee, het is natuurlijk heel raar. Want uiteindelijk. En ik weet niet, hebben we dat al verteld over het bellen? Dat nee, dat, dat mag je nu vertellen. Ja. Ja. Het is echt heel bizar. Zij worden dus uiteindelijk opgepakt aan het eind van die middag. Als om vijf uur de politie binnenkomt. De deur die was toen niet meer gesloten. Uh, ze moeten mee naar het bureau. En op het bureau. Ja, en mag niet, er niet eens, mag niet eens, ja, omdat ze dus niet van moord worden verdacht. Maar wegens drugsgebruik. Ja. Dus ze zijn gewoon geen. Uh, Verdachte? Verdachten. Nee, ze, dus zijn ze, mag nog, ze mag een belletje plegen. Nou, dan zou je kunnen denken, misschien toch een advocaat bellen. Dat zou slim kunnen zijn. Die ouders. Ouders bellen. Denk je van een kinderdagverblijf van je dochter? Nee, zij belt met de schoonmaakster. En vraagt of de schoonmaakster direct naar het appartement kan gaan om daar de boel schoon te gaan maken. Ja, dus die politie heeft het appartement vergeten te verzegelen. Ja. En die schoonmaakster is dus lekker door het appartement gegaan met de swiffer. En alle eventuele sporen zijn gewist. Ja, want het sporenonderzoek had nog niet plaatsgevonden. Nee. Nou, en wat zegt ze zelf, hebben ze natuurlijk een uitleg over. Uh, hun vierjarige dochtertje kwam natuurlijk weer thuis en die kwam in hun slaapkamer. Daar kwam ze heel veel. En op dat moment zou daar veel volwassen speelgoed liggen. En dat moest natuurlijk opgeruimd worden. Dus vandaar dat ze de schoonmaakstel hadden gebeld. Ja, uh. en, en wat ik ook heel vreemd vond, en uh, dat zeg ik nu maar even voordat ik het vergeet. Toen de politie daar dus om vijf uur binnenkwam en daar natuurlijk Alexander en Luna aantrof en vertelde dat Ivana daar veertien verdiepingen lager natuurlijk dood was neergestort. In plaats van dat ze zeiden van wat is dat zo is het echt of gingen kijken over het balkon, nee helemaal niet. Hij stak een sigaretje op en, en zij riep nog iets als van oh, oh fuck en ze pakte de tas van Ivana en het paspoort eruit en keek hoe oud ze was. En ze was inderdaad 18, terwijl ze misschien gezegd had 22. Ze waren helemaal niet bezig met te bedenken of het daadwerkelijk Ivana was. Ja, ze dachten dat ze ook al uit het appartement was vertrokken. Terwijl al haar kleren lagen er nog. Haar laarzen stonden nog bij de uitgang. Haar telefoon lag nog in het appartement. Ja, en Luna verklaarde later dat ze wist dat Ivana een, een, een opdracht had of een modellen sessie. En die had gedacht dat ze dan misschien haar kleren daarvoor geleend had. En dat daarom nog de. Eigen kleren van Ivana daar zouden liggen. Ja. Ja, ze hadden niet eens dezelfde schoenmaat. Dus nee, daar. Pas zou niet passen. Maar een ander opmerkelijk feit is uh, dat er ook geen lijkschouwer te plek is geweest. Hè? Dus Ivana is pas een dag later onderzocht. Nou, volgens mij is dat op zich nog niet zo raar. Dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt vaker, maar je moet natuurlijk wel op het moment dat de lichaam gevonden wordt, op dat moment moet je temperatuur opmeten. Want dat is uh, nodig om het tijdstip van overlijden te achterhalen. En dat is ook niet gebeurd, terwijl die omstandigheden natuurlijk wel enigszins verdacht waren. Nou, het is natuurlijk onbegrijpelijk. Uh, het is gewoon echt prutswerk verricht ja. door de politie, denk ik. Er is ook een forensisch onderzoeker geweest. Die heeft het uh, appartement pas onderzocht nadat het uh, pas grondig is schoongemaakt. En die onderzoekt alleen de sporen die hij kan zien. Dat is juist de kunst om ook dingen die je niet ziet te doen. Ja, Bijvoorbeeld me met ook. luminol schijnt een heel goed goedje te zijn. Kennen ze niet in Maleisië, nee. gebruiken ze niet. Maar deze forensisch onderzoek had ook geen opleiding daarvoor gehad, dus... Nou, dan heb je dus wel de vraag van, is er sprake van, van opzetten? Hebben die invloedrijke Johnson's hier mensen omgekocht? Of is er sprake gewoon van incompetentie? Ja. Of een combinatie van. Of een combinatie van. Ja. Nou, twee weken later staan de Johnson's in ieder geval weer buiten. Die, uh, die hadden dat testje gedaan, inderdaad. Uh, die nou, die hadden, die hadden eerst een drugstest gedaan waar ze uiteindelijk uh, positief testen. En niet veel later was er een drugstest waarbij het negatief was ook. Best bijzonder. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om iets te testen. Maar toch, ja, dat is ook het is heel bijzonder. Er zou ja. misschien ook iets omgekocht kunnen zijn. Je weet het niet. Misschien wel aardig om te zeggen dat op 30 december 2017 de mensen op een hele mooie manier van Ivana afscheid hebben kunnen nemen. Een enorme plechtigheid met ik geloof, 750 mensen. Ze was natuurlijk geliefd en het was een jong meisje. Dat is in ieder geval op een mooie manier gebeurd. Ja, en dus terug in Nederland uh, gaat Sebas dus ook met de familie druk op de zaak zetten. Uh, ze starten een crowdfundingsactie en ze willen dan geld inzamelen. Want ze willen een beloning van 50.000 dollar uh, uitloven voor de gouden tip. Ja, daar komt iemand op af. Maar volgens mij was dat niet uh, degene die ze graag nou, wilde. Je hebt het over die tip. Ja, daar ja. kwam, kwam een tipgever op af... En dat was natuurlijk nadat nou, er best wel veel informatie bekend was. En die gaf aan. Ja, die, 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 die blauwe plek in haar nek. Dat, uh, ik weet wie er geslagen heeft, of in ieder geval. Hij beweerde dat hij meer informatie had, maar. Ja, het beeldmateriaal van een ruzie. Daar wilde hij dus wel zijn beloning voor hebben. Nou, dat bracht die ouders best wel een beetje aan het twijfelen, uh, had ik het idee. Maar Sebastiaan Dijkstra, natuurlijk wel iets meer gewend dan dat. Die, uh, ja, die was toch wel behoedzaam. Ja, hij wilde ook in bitcoins uh, uitbetaald worden. Ook al een beetje dubieus. Nee, dus uiteindelijk, hebben ze gelukkig, of tenminste, uiteindelijk zijn ze gelukkig niet met deze man in zee gegaan. Denk ik. Want ik denk dat het een, uh, een oplichter was. Nee, ze zijn er niet op ingegaan, inderdaad. Nee. En uh, de familie Smit huurt ook een uh, privédetectief in. Ja, niet zomaar iemand. Nee, is niet de eerste de beste. Nee, kijk, wij denken dat uh, alleen Peter R. de Vries daarvoor geschikt is. En uh, destijds heeft hij wel iets over deze zaak gezegd. Maar hij werd niet uitgekozen als privé, privé Dat was namelijk de Brit en een vrij bekende. Mark Williams. Thomas. Uh, Thomas uh, had ook al andere geruchtmakende zaken gedaan... Uh, ja, en hij gaat ja, zich hierin. Hij heeft uh, Jimmy Cefl ontmaskerd. Als dat Beto. was het ja. 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 ja, en hij heeft ook zijn eigen Netflix-serie zelfs in. Uh, dus het is absoluut niet de eerste de beste inderdaad. Nee, hij doet grondig onderzoek in mijn en hij komt uh, tot de conclusie dat het duidelijk niet om een tragisch ongeval gaat. Uh, dus hij zegt ook, er moet absoluut een onderzoek voor moord uh, plaatsvinden. En hij denkt ook dat de corruptie inderdaad bij de lokale politie daar een groot probleem is. Dus uh, hij zegt zelf, mensen zijn bang, maar ze willen wel graag anoniem praten. Nou, ik vind dat hij toch vrij veel te weten komt. Ja, maar niet als eerste. Want uh, twee maanden na de dood van Ivana, volgens mij is dat rond 8 februari, komt de Engelse Daily Mail met een omvallend filmpje. Ja, zeker. Die hebben beelden uit de, de club uh, waar op dat moment Alexander. Ivana de lift indraagt. Dan zie je Luna erachteraan lopen, je ziet nog wat andere mensen. Uh, je ziet dat Ivana een beetje ja, vrolijk bewegend in de armen van uh, Alexander uh, hangt. Ja, ze leken niet echt vervelend te vinden. Nee, niet, niet tegen de zin. Nou, dat, 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 dat zijn eigenlijk wel de eerste live beelden waarin je ziet dat zij met elkaar waren. Ja, en uh, het is dan op die tijd dat Mark Willem Thomas uh, met zijn rapport bij de familie komt. En dankzij zijn onderzoek weten we een beetje wat die laatste nacht heeft plaatsgevonden. Alleen uh, de afloop blijft natuurlijk nog een groot vraagteken. Maar wat gebeurde er? Nou, die avond voor haar dood, dus die woensdagavond, uh, hebben Lucas en Ivana nog samen spicy noedels gegeten. En Ivana die wilde graag uit. Ze vroeg of Lucas met haar mee ging. Uh, hij moest alleen de volgende ochtend werken, dus uh, ze ging alleen op pad. Ze had wel zin in die avond, hè? Ze heeft zelfs nog geprobeerd om aan kook uh, te komen. Ah, het was woensdagavond, het was ladies' night. Precies, modellenavond. Ja. Modellenavond, ja, ja dat is echt zo. Nou, ze is naar de Mantra Rooftop Bar gegaan, Dat is een, inderdaad een place to be waar veel modellen komen. En uh, daar ziet ze de Johnsons. Ze blijken elkaar al te kennen. En volgens die camerabeelden uit de club hebben ze het uh, gezellig, met een iets grotere groep ook. Nou, Ivana en Luna gaan wel opvallend vaak naar de wc gebeurt waarschijnlijk iets meer dan alleen het poederen van hun neus. Of, of juist dat gebeurt er. Of iets meer dan alleen maar plassenstijt. Nou, in ieder geval het poederen, inderdaad. Het is in ieder geval niet helemaal duidelijk. Maar iets na twee uur s'nachts gaat Ivana samen met de Johnsons naar een andere club. En dat is dan de Nine Club. Dat is een vrij bijzondere club, want dat is members only. Uh, maar dat betekent ook, en ik heb daar wat plaatjes van gezien... daar, daar is alles zo geregeld dat wat de daglicht niet mag zien. Dat uh, zie je ook niet. Het zijn allemaal privévertrekken, uh, zelfs met een badkamer. Ja, drank en drugs is daar uh, overvloedig aanwezig. Nee, je schijnt er zelfs drugs à la carte te kunnen bestellen. Ja, en dan, dan staan er alleen prijzen op de kaart die uh, bij drankjes horen. Zodat als je later je afschrift krijgt, dat het er niet op staat. hele dure whisky gedronken. Hele dure whisky gedronken, heel exclusief. Ja. ja, uiteindelijk is het dus zo dat uh, ze daar om half zes vertrekken en... Uh, dat is het moment dat Johnson, Alexander, Ivana dus optilt. Ja, die uh, beelden die van de Daily Mail. Ja, ja. Nou, Ietsje later, twintig minuten later, komen ze aan in het appartement, de Cap Square Residences, waar de Johnsons wonen. En dan zijn er uiteindelijk nog beelden waarop je ziet dat Ivana uh, waggelend door de lobby gaat richting de liften. En uh, Alexander draagt twee gele plastic tassen. Uh, blijken ze achteraf in de nachtwinkel, hebben ze nog wat bier en water ingeslagen. Appelsieder. Uh, Appelsieder ook nog. Uh, ja, ze, 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 ze ogen in ieder geval vrolijk met elkaar en ze gaan richting de twintigste verdieping. Ja, en daarna loopt het spoor eigenlijk door naar het telefoontje van Ivana's vriend Lucas. Uh, waar Ivana dus kort spreekt en zegt uh, dat zij zegt dat het goed met haar met gaat. Uh, en dan die selfie, vijf half acht in de ochtend... En dan komen we pas bij de bewoner van de zesde verdieping, die om half tien uit zijn woning is vertrokken en om kwart voor drie terug is gekomen. Dus ergens tussen half tien en kwart voor drie moet Ivana dus zijn gevallen en waarschijnlijk zelfs na tien uur, omdat Luna toen weer is gaan slapen. Ja, het is dan bizar dat dus niemand buiten iets gezien heeft van deze val. Ik bedoel, het is, het is wel toch een nou, ik, complex. Ik, wat ik in moet het misschien stand. iets over het balkon vertellen en over het gebouw. Het is een balkon wat niet uitsteekt. Ja, het steekt altijd uit, maar. Het valt ook een beetje tussen de andere delen van het gebouw. Uh, dus, en het zit hartstikke hoog, natuurlijk op de 20ste verdieping. Dus je moet wel heel erg gericht omhoog kijken om dat moment te zien. Ik kan me wel voorstellen, er staan wat bomen voor dat gebouw, heb ik gezien. Het is overigens best wel een klein balkon. Uh, en het heeft een, een betonnen rand waar een sierhek op zit. Dat is zeg maar gewoon het, uh, het, het balkonhek. Maar daarachter zitten nog van die airconditioning uh, apparaten. Dus het balkon heeft eigenlijk een soort tweede deel daarachter. Ja, een dubbel balkon. Het is een soort dubbel balkon. Dus als je op het eerste balkon zou vallen, val je dan op het tweede balkon. Ja, dan val je op het tweede balkonstukje op de airconditioningapparaat. Nou wordt er natuurlijk gezegd dat het airconditioningapparaat zou ook een opstapje kunnen zijn. En er zijn ook theorieën over geweest dat daar voetstappen op stonden... Maar ja, die voetstappen die werden zo laat onderzocht. en het had al geregend. en hoge temperaturen. En er kunnen natuurlijk ook voetstappen staan van eerdere momenten die avond. en van kinderen en van politieagenten. Dus die voetstappen waren natuurlijk helemaal niks Geen waard. Bewijs. Nee. nee, maar het is dus een, het is dus een beetje een apart balkon. Ik moet zeggen, aan de zijkant van dat kleine balkonnetje. zit ook een soort vensterbank. Van het, van het deel wat ernaast ligt. Daar zou je ook nog op kunnen klimmen, denk ik, zoals ik het heb gezien. We zullen er ook een plaatje van delen, zodat jullie zelf kunnen beoordelen. Uh, hoe je nou van dat balkon zou kunnen vallen. of hoe je van dat balkon zou kunnen uh, springen. Dan, dan kun je zelf daar een orde over vellen. Ik denk dat het allebei mogelijk is, maar het is allebei toch wel lastig. Ja, nou in ieder geval, niemand heeft iets gezien. En de Johnsons die worden pas weer rond vijf uur wakker. toen de politie, dus voor de tweede keer aan de, aan de deur stond. Ja, die, uh, die werden dus meegenomen, snel, vrij snel weer op vrije voeten. En die zijn op 29 maart 2018 met de noordenzon uit Maleisië vertrokken. Ze zijn gewoon spoorloos verdwenen. En dat onderzoek in Maleisië komt eigenlijk zo goed als stil te liggen. Hè? Dus dat, dat er, gebeurt, er gebeurt gewoon niks meer. Tot de zomer in 2018. En dan besluit justitie in Maleisië toch onderzoek te doen naar de dood van Ivana. Dus dat is heel goed nieuws ja, misschien toch door de druk die er gezet is via justitie. Um, en dat gebeurt dan en dat is wel bijzonder, want dat is het coroners court en dat is eigenlijk een oud Brits rechtssysteem. En dat is eigenlijk als je het zou vertalen zou het de rechtbank van de lijkschouwer zijn. En het is niet zo dat de rechter daar gaat bepalen of iemand schuld heeft. Maar ze gaan eigenlijk bepalen van wat is nou de toedracht geweest. Dus eigenlijk, uh, hoe is iemand overleden en wat waren dan de omstandigheden. En dan bepalen ze op basis daarvan of het daadwerkelijk tot een strafzaak zou moeten komen. Uh, we hebben van Frank van de Groot gehoord dat het een heel bijzonder gebouw is ook. Ja, echt, een, echt mooi. Ja, ja echt, echt heel ja. koloniaal, bijna een kerk. Maar dat. Traject wordt op dat moment uh, in de zomer van 2018 opgestart. Ja, en die, die Johnson's die zijn dus echt van de aardbodem verdwenen. Hè? Die weigeren ook te komen opdagen als getuige in die rechtbank tijdens de Coroner Maar ze geven ondertussen, dan is het begin april. Geven ze dus wel een heel groot interview in de, in de tabloid Mail on Sunday. Daar vertellen ze dus uh, voor het eerst dat ze samen seks hebben gehad met Ivana. Een triootje. En uh, toen was al naar buiten gebracht, hè, door het onderzoek door het rapport van Frank van de Groot dat een mannelijk DNA in Ivana was gevonden. Dus uh, ze zijn natuurlijk met het seksverhaal gekomen uh, toen bekend werd dat, dat bij de uh, Nederlandse autoriteiten al uh, dat DNA was gevonden. Maar tegen de politie hebben ze destijds over een trio uh, met Ivana helemaal niets gezegd. Dus het is niet echt nieuws, maar uh, het komt in de media, media dat wel over dat Ivana een losbandig meisje is. Hè. Dus uh, je hebt de drugs uh, trio. Nou, ik vind dat je uit hier kun je een paar dingen uit, uh, uit destilleren. Ik vind het opvallend dat uh, de Johnsons, Alexander en Luna, hun verklaringen steeds aanpassen aan wat er op dat moment bekend is of wordt. Dus dat is voor hun steeds eigenlijk uh, een moment om iets te zeggen als ze denken van ja, we kunnen nu toch niks meer anders zeggen. En dan komen die dingen in één keer naar voren. Ja, dat het een vrij losbandige nacht geweest is, dat is zo langzamerhand ook duidelijk. Het begon met drank en drugs waarschijnlijk vrij snel. En uiteindelijk inderdaad uh, seks en weet ik voor wat. En dus ook misschien wel waarschijnlijker dat daar dingen gebeurd zijn. Als iedereen ja, tussen aanhalingstekens de kluts kwijt is, ja, dan overzie je het niet meer. En dan kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Er kan misschien nog gevochten zijn. Iemand kan uh, vallen in, in een moment van verstandsverbijstering. Of, zoals we tot nu toe gezegd hebben... iemand, Ivana, kan overleden zijn aan een overdosis. Ja, dat kan alleen in dit uh, interview doet het een beetje overkomen... alsof het haar schuld is. Hè? Dus wat je reins onzin is. Ik bedoel, een, o, een OD, overdosis, eventueel wel. Maar niet dat je 40 meter lager dood gevonden wordt. Nee. Kijk, en het is natuurlijk, ik vind het in ieder geval raar... dat een kerel van 44 en uh, zijn vrouw van 31 we, uh, ja, uiteindelijk dit gaan doen met een meisje van 18. Kijk, tuurlijk mag je iedereen gunnen om te experimenteren, maar ik moet zeggen, als vader van drie dochters in dezelfde leeftijd als Ivana, zou ik dit toch wel heel, heel ongemakkelijk vinden. En vind ik dit ook verwijtbaar aan de Johnsons. Nou, absoluut, ja. en, uh, Maar goed, aan de andere kant, is 18 en zelfstandig. En zij hadden natuurlijk gezegd, uh, we dachten dat Ivana ouder was. We dachten dat ze een jaar of 26 was. Ja, dat zou ik ook zeggen, maar dat betwijfel ik. Want ja, zo oud eet zag eet ze er iets. ook weer niet uit, nee. ik bedoel. Nou ja, het, het blijft natuurlijk een heel, heel vreemd verhaal. Ja, nou ja, voor die zaak voor, voor de Corners Court uh, komt eerst nog een bezoek hè, bij het appartement en het balkon van de Johnson's. Uh, ze voeren een reconstructie uit. En ook journalist Ton Voermans van het Algemeen Dagblad mocht mee naar het balkon. Wat ik ook best apart vind. Hè, dat ja, daar, we, daar lopen dus tientallen mensen door. Ja, dat, dat gewoon journalisten bij aanwezig zijn. Ja, en dat appartement, ik heb het balkon al beschreven. Het is een klein balkon, maar het is een heel groot appartement. En dan heb je het over een appartement wat wel ruim 200 vierkante meter is. Ik heb een plattegrondje gevonden, uh, best wel veel slaapkamers liggen aan de ene kant van het appartement. En het balkon ligt dan eigenlijk ter hoogte van de keuken en uh, waar ook een keukentafel staat. Dus ja, het is ergens wel denkbaar dat je in zo'n groot appartement niet alles hoort. Dat zou kunnen. Want laten we ook misschien: een kleine tussenhypothese. Iemand kan ook zodanig in de war raken van drugs. Dat hij misschien gaat hallucineren, uh, ja, denken dat, dat hij kan wij, vliegen. Uh, dat zou kunnen. Alleen we hebben natuurlijk Frank van der Goot wel gevraagd. En dit soort drugs, kijk waar jij het over hebt, zijn over het algemeen zijn dat de paddo's. Ja. Maar cocaïne, uh, PMMA, is het, uh, je wordt er heel wakker van. Het is niet dat je daar uh, snel van gaat hallucineren waarschijnlijk. Het is in ieder geval volgens Frank van der Goot zeer onwaarschijnlijk. Maar ik ben zelf geen drugscanner en er zijn gekkere dingen op deze wereld gebeurd. Toch ja, zeker. Maar ik wil ik het doel... zeker even noemen. Je kan het noemen, ja, ja, absoluut. Um, nou ja, in ieder geval begin december 2018, uh, dan begint dat proces, en dan wordt eigenlijk ook duidelijk hoe onbekwaam die politie in Maleisië heeft gehandeld. Want ze hebben natuurlijk de dood van die vana, hebben ze nooit als een misdrijf uh, onderzocht. Ja, dan komt eerst uh, sergeant Halisa, dat is de vrouw die als eerste ter plekke was in het appartement, hè, dus rond vijf uur. Die Heeft zelfs toegegeven dat ze de zaak verdacht vond, maar dat ze orders had gekregen van een superieure... om die zaak als een ongeluk te behandelen. Maar ze zat zelf wel twijfels? Nou, dan heb je dus uh, inspecteur Faisal. die had het onderzoek overgenomen, dus uh, hij vond het een ongeluk. Hij liet die inderdaad die voetsporen op het balkon uh, liet onderzoeken, wat je net al zei, en hij geloofde dat die van Ivana waren. Maar ja, dat was. Uh, Heel onduidelijk voor wie die voetstappen waren. Dat is pas inderdaad een week later, op 14 december, pas uh, onderzocht. Ieder, iedereen kon in de tussentijd op de balkon zijn geweest. Dus dat is absoluut geen hard bewijs. En die Faisal, ja, daar wordt in ieder geval het vuur aan zijn schenen gelegd. Um... Nou, door wie? Door de advocaat uh, Naïr. Ja. Ze hebben best wel een. Nair, ja. Ze hebben volgens mij best wel een goede advocaat uh, die, die, die zich goed in de materie vastbijt. En dan ook uh, deze Faisal is een oud studiegenoot van hem volgens mij maar hij legt hem toch uh, het vuur aan de schenen. Uh, want het gaat, er soms, of het gaat er in dit geval even over... wie was er nou als eerste op het plaatsdelict? En, en wie heeft wat onderzocht? En waarom zijn de dingen nou eigenlijk zo? Nou, en een van die dingen is dat deze vijzel heeft eigenlijk tot nu toe steeds beweerd dat hij daar als eerste was. Maar dan ontstaat de vraag over de kapotte fles. En die hebben we nog niet zo goed besproken... De schoonmaakster heeft later getuigd dat zij inderdaad de brokstukken van die uh, appelsiederfles heeft opgeruimd en in de prullenbak heeft gegooid. Overigens, best mooie bewijsstukken hadden dat kunnen zijn. Want denk er bijvoorbeeld aan: je kunt ook drugs uh, in een drankje stoppen. Allemaal niet meer te checken. Alle bewijsstukken zijn in de prullenbak verdwenen. Maar in ieder geval, uh, hij, deze Faisal, die beweert dat hij die fles niet had gezien. Terwijl hij wel zei dat hij als eerste te plekken was. Terwijl hij wel dat zei dat hij dus niet was. zo. Ja. ja. En later zegt hij ook dat er iemand voor was geweest. Dat was natuurlijk een ondergeschikte. In Nederland wordt dan geroepen van: uh, zijn die Maleisische dieners niet een soort uh, dorpsveldwachters? Nou ja, dat is ook denigerend. Dat is ook niet zo nee, sympathiek. Maar deze, deze man had al 14 jaar ervaring, alleen hij had nog nooit van uh, lijkstijfheid gehoord. Hè. Dus uh, ook krijgt hij ook tijdens een verhoor een lesje over het temperatuur opnemen bij een lijk. Dat heeft hij natuurlijk nagelaten. Uh, dus... Uh, ja, hij wordt een beetje met de grond gelijk gemaakt, heb ik het idee. En ook uh, die forensisch rechercheur die in het appartement kwam... Hè, die nog nooit opleiding had gehad, die die sporen dus niet veilig had gesteld. Uh, er waren allemaal getuigen in de rechtszaal... die ineens andere dingen zeiden dan destijds bij de politie. Maar het meest bizarre is misschien wel de Maleisische patoloog. De, dus de echte patoloog die was uh, op bedevaartsreis uh, naar Mekka. Dus... Er was een... Uh, een puppie dat zijn de woorden van Frank van der Goot, ja, de, de jongen, een, beginne, de jongen, een beginnende, een beginnende patholoog. patholoog. Die nam even de plek van de, de oorspronkelijke patholoog in. En die, uh, nou, die las het rapport natuurlijk voor dat uh, volgens haar Ivana nog leefde tijdens en zelfs net na de val. Ze is pas enige minuten later aan de verwondingen overleden, maar er is natuurlijk nooit fatsoenlijk onderzoek naar gedaan... Dit staat natuurlijk lijnrecht tegenover de bevindingen van Frank van der Goot... Hè? die denkt dat Ivana al dood was toen ze van het balkon werd gegooid. Um, verder had ook die Maleisische patoloog... die had ook nog geconstateerd dat Ivana verwaarloosbare hoeveelheden drugs in haar lichaam had. Nou ja, Frank van de Goot die beweert juist dat Ivana verschillende soorten drugs in haar lichaam uh, had... en die zouden samen fataal kunnen zijn. Ze spreken elkaar dus volledig tegen. En wat doet die Maleisische patoloog, de puppy patoloog, dus in de rechtszaal... Ja, heel bijzonder. Tijdens de zitting pakt ze de spulletjes bij elkaar en ze zegt... ik trek alles terug van wat ik hier heb gezegd en heb opgeschreven en ze vertrekt. Ja, ze loopt gewoon die rechtszaal uit. Ze loopt uit. gewoon de zaal uit. Ja. Ja, dat, dat, dat vond zelfs Frank van der Goot uh, vrij bijzonder. Ja, nou, die uitspraak over de doodsoorzaak van Ivana, die staat dan gepland voor 22 januari. Maar die wordt dan op het laatst nog even uitgesteld tot 8 maart 2019. En waarom is dat zo? Nou, de rechter... Die onderneemt nog eerst even een pelgrimstocht uh, naar Mekka, Net als die andere patoloog, de zogenaamde ja. Umra. Dus uh, 8 maart, na al die 18 zittingsdagen, komt uh, de Maleisische rechtbank met de uitspraak. En uh, die zeggen dan dat de dood van Ivana een tragisch ongeluk was. En dat de Johnson's dus niet vervolgd worden voor de betrokkenheid bij haar dood. Dus er hoeft geen verdere strafzaak te komen. Ja, dat slachtoffer ja, een... voor veel vragen. Nou ja, kijk, aan de ene kant ze hebben ze er wel de tijd voor uitgetrokken... want we doen nu net alsof ze er niet serieus mee bezig zijn... maar je zegt 18 zittingsdagen, uh, tientallen getuigen. Dus aan de ene kant ja, wekken ze de suggestie er echt heel diep gaan naar te kijken. Maar uiteindelijk zijn dan de conclusies dus weer heel verrassend... namelijk nou, eigenlijk een soort cirkelredenering vond ik... Hè? omdat het niet meer mogelijk is om precies vast te stellen... wat er nou gebeurd is in het huis... Ja, is het dan toch niet mogelijk om er een strafzaak van te maken. Eh, de, de, nee, dus als, volgens... je, als je maar niet weet wat er gebeurd is, dan is het dus eigenlijk niet gebeurd. Nou, en volgens de rechter overleed Ivana wel in het appartement van de Johnsons. Dus ze was al dood voor haar val. Alleen, volgens de rechter is Ivana overleden omdat ze een vrijwillig risico heeft genomen. En, en die begreep ik dan niet. Ik bedoel, ik begrijp nog niet zo goed welk risico. Dus het risico van een overdosis. Dan is ze nog steeds over dat balkon gegaan, dus... Ja, er zijn natuurlijk zoveel aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf. Maar ze blijven maar concluderen dat het een ongeval is eigenlijk. Ja, dus er is iets gebeurd. Ivana was waarschijnlijk al dood, dus de rechter het mee eens. Maar ze nemen niet de moeite om de Johnsons te verhoren, wat ook heel merkwaardig is. Nou, ik kan me dus voorstellen, enorme onmacht, kwaadheid bij de familie. Want hoe kwam ze dan wel over die reling? Geen strafzaak dus. Familie gaat in hoge beroep. En uh, die familie wil dan ook heel graag dat de Johnsons zich aan een leugendetector leggen. Ja, in, in Amerika is dat sowieso nog uh, wettelijk bewijs. In Nederland is dat niet zo. Je kunt het wel doen, maar het is niet wettelijk bewijs. Maar ik denk dat het in Maleisië wel wat betekenis zou hebben. Maar de Johnson's. Ja, die zijn er niet, hè? Die zijn er niet. Nee. Die komen niet opdagen. Die willen daar niet aan meewerken. Nee, die zijn natuurlijk van de aardbodem verdwenen. Ze zijn nog wel bereid, ook heel mooi via een uh, versleutelde mailserver, zodat je het niet bent uh, op te sporen, een uh, interview te geven aan een Nederlandse krant. Algemeen dagblad. Tom Voermans. Ja, dat is een journalist die ook bij die reconstructie op het uh, balkon aanwezig was. Nou, en in het interview beschuldigen de Johnsons Ivana ervan dat ze eigenlijk veel te jong was voor het leven dat ze leidde. Dus ze uh, beschuldigen haar ervan van jeugdige roekeloosheid. En ze zeggen dan ook: We zijn zelf ouders. Het is moeilijk voor te stellen hoe zwaar het moet zijn. om ook maar met de minste verantwoordelijkheid te dragen voor de afslag in het leven die deze jonge dame had genomen maar om onze schuld voor haar dood in de schoenen te schuiven... zonder enig bewijs is verkeerd. Ja, ze ze geven eigenlijk nog even een trap na aan de ouders van Ivana. Je had kunnen zeggen wat spijtig dat ze in ons appartement is overleden. Of... Nou ja, wat, wat zij steeds doen in hun verklaring is natuurlijk glashard ontkennen... dat zij Ivana van het balkon hebben gegooid... maar niet vertellen wat er dan wel gebeurd is. Ja, nee, dat en... is wel gevraagd in het interview met het AD. Ja, dat heeft die Tom Voermans gevraagd. En uh, Luna die antwoordt dan ook, dat heb ik me duizenden keren afgevraagd. Ze moet op de rand geklommen zijn, er zomaar overheen vallen kan niet. Nachtelang heb ik met een glas wijn op het balkon gestaan terwijl Alex sliep. En in gedachten sprak ik met Ivana. What the fuck, what did you do? En waarom op mijn balkon? Nou. Ja, ik zou zeggen, het, uh, uh, het, het neemt bij uh, mij niet uh, de, de, alle vragen weg. De empathie ook, Nee. nee. Nee, uh, maar goed. Uh, nou ja, wat ze ook zegt over die ochtend. Uh, ze, ze zei dat Ivana nog in de woonkamer had gedanst. Dat ze de muziek harder had gezet. En dat zij moe was. In, uh, dat ze zei, ik ga slapen. Je kunt die crash als je wil. En zij is geslapen, werd om half twee even wakker. Had de tv nog even aangezet. En Ivana was er niet. Ze had overal gekeken in het hele appartement. Wil haar kleding zien liggen in de keuken. De laarzen bij de deur. Maar ze dacht dat ze naar haar fotoshoot was. Ja... Nou, Ivane was gevonden om drie uur en de politie stond voor de deur. Waarom deden ze niet open? Nou, Alex sliep en Luna zei: Ik keek tv in de slaapkamer. Ik dacht wel dat ik iets hoorde, maar toen het geluid uh, uit was, hoorde ik niks meer. Ja, het is inderdaad een interview om de boel na alle bevindingen gewoon weer recht te praten en de bal terug te kaatsen naar de familie. Nou, ik ga straks nog even precies vertellen hoe ik denk dat het gebeurd is. Ja, dat mag. Ja. Ja. Nou, het is, het is natuurlijk vreselijk. Uh, en ze lijken er in ieder geval even mee weg te komen, want eigenlijk weet niemand waar ze zijn. Nee, want het lukt de Maleisische politie ook niet he, om ze te vinden. Nou, is er iemand die heeft zich daar helemaal in vastgebeten? Dat is uh, Thijs Zeeman. Uh, hij uh, gaat een uh, documentaire over maken. Dat doet hij zelfs in samenwerking met een Amerikaans bedrijf, dus dat wordt uh, serieus opgezet. Uh, hij huurt een privé-detective in en hij begint zijn onderzoek in Kuala Lumpur en probeert de eerste, de laatste uren te reconstrueren. Uh, nou, ja. maar daar zitten ze al lang niet meer. Daar is iedereen al lang achter dat ze vertrokken zijn. Hij ontdekt dan door uitgebreid speurwerk dat ze eerst naar Kazachstan zijn gegaan, trouwens eerst via Singapore, geloof ik. Uiteindelijk zijn ze naar Kazachstan gegaan. Daar woont nog Luna's familie. Maar vervolgens zouden ze dan naar de Verenigde Staten zijn gevlogen. Uh, hij denkt uiteindelijk dat ze eerst daar in een huis hebben gezeten in Atlanta. Dat zou door de moeder van Alexander gekocht zijn. Nou, daar gaan ze ook posten. Vinden ze uiteindelijk niets? Blijkt de vogel toch weer gevlogen te zijn? Of misschien hebben Luna en Alexander wel doorgehad dat ze bijna gevonden waren. Maar na nou, lang speuren, ja, uh, iedereen kan wat van die documentaire vinden. Dat doen mensen ook. Uh, het is een beetje, uh, ja. Commercieel aangepakt en ook ja, wat vind jij ervan, Carrie? Je mag het best zeggen. Ik, uh, laat me niet over los. We zullen het. een linkje zetten op, uh, op We zetten ons een instaan. linkje naar deze documentaire. Ja, het ook de mysterieuze dood van Ivana Smit. Nee, uh, nee hij, even kort inderdaad. Hij. Uh, hij maar uiteindelijk traceren ze dekse. in Miami. Ja, en hij overvalt met draaiende camera overvalt hij uh, Luna op straat en hij vuurt dan allerlei vragen op haar af. Uh, zoals: wat is er met Ivana gebeurd die laatste nacht? Je bent zelf moeder van de dochter. Vertel het me alsjeblieft. Uh, ja, ik denk een andere benadering had misschien iets succesvoller kunnen zijn. Maar goed, uh, kijk er zelf naar. Hij weet in ieder geval wel Luna Johnson op te sporen. Ja, en daar zijn de ouders uiteindelijk toch wel blij mee met deze confrontatie. Althans, uh, zo lijkt als je, uh, als je naar hun kijkt als ze dit verhaal horen. En het is natuurlijk ook zo dat Luna nu weet dat ze niet met rust gelaten wordt. Dus, en dat vinden die ouders waarschijnlijk toch ook wel prettig, dat ze even de schrik in de ogen hebben gezien van Luna... van, oh, overal ter wereld waar ik ook ben... ze komen achter me aan. Ja, ze worden in ieder geval niet met uh, rust gelaten. Nee. Nee, want het is dan juli 2019. Uh, nou, advocaat Dijkstra en de familie... die wachten natuurlijk het hoge beroep af. Maar die onderzoeken dan ook eigenlijk de mogelijkheid... om een uh, civiele procedure in Amerika te starten. Want ze hebben inderdaad het adres van de Johnson's nu achterhaald. Dus uh, ze kunnen een civiele procedure starten. Nou, dat... De... Dat is best wel interessant, want je zou denken: als een strafrechtelijke procedure dus niet lukt, uh, waarom zou dan een civiele procedure wel lukken? Nou, dat is in Amerika eerder gebeurd, ook bij OJ Simpson, een heel bekend verhaal. De, volgens het strafrecht was hij onschuldig en uiteindelijk is hij civiel ook aangeklaagd en daar is hij wel schuldig bevonden. En waar zit dan het verschil in? Strafrechtelijk moet, en dat is in Nederland ook zo, iets wettig en overtuigend bewezen zijn. Dus hè, er moet eigenlijk niks anders gebeurd kunnen zijn dat. En bij het civielrechtelijke proces is het zo dat het moet waarschijnlijker zijn dat iemand het wel gedaan heeft dan dat hij het niet gedaan heeft. Dus dat is eigenlijk een veel lichtere toetsing. En in Amerika gebeurt dat vaker. In Nederland heb ik het nog niet zo heel vaak gezien dat dat echte civiele procedure tot iets leidt. Maar ze proberen eigenlijk te kijken of dat in Amerika kan. En dan proberen ze ja mensen bereid te vinden advocaten die dat voor hun willen doen op no cure no pay basis want ja uh, het kan om heel veel geld gaan maar het kost ook heel veel geld om zo'n zaak te voeren ja en dan nou, blijkt even goed uit te leggen wat no cure no pay is no cure no pay is dat je als advocaat alleen maar betaald wordt als je ook in staat bent om die claim binnen te halen dus die vergoeding nou en het blijkt dan toch dat de amerikaanse juristen het best wel lastig vinden vinden het een complexe zaak en het zal natuurlijk zeker te maken hebben met het feit... dat dit in Maleisië gebeurd is en niet in Amerika. Ze willen dat eigenlijk niet doen op no-cure, no-pay basis. Dus geen civiele procedure. Nee, nou ja, dan komt er wel in november 2019 eindelijk een goed bericht. Want het hoge beroep is gegrondverklaard, hè? Dus dat is echt goed nieuws. Want de dood van Ivana, dat zegt de rechter, is het gevolg van handelen van derden. Dus het onderzoek moet nu worden heropend. Nou, enorme erkenning voor de familie. De politie moet dus opnieuw aan de slag... En wie zit er weer op de zaak? Vijzel. Vijzel. Juist, inspecteur Vijzel. Nou, hoe is het mogelijk? Alsof hij uh, zijn eigen feit, uh, zijn eigen fouten gaat uh, rechercheren. Nou, dat gebeurt dus ook niet, want het blijft vrij stil aan uh, bijna de andere kant van de wereld. Heel stil. Die zaak die, die droogt op. Dan breekt natuurlijk begin 2020 ook nog eens corona uit. En dat is natuurlijk al, zowel geestelijk als lichamelijk, heel zwaar voor die familie. Hè? Vader Marcel die heeft al uh, meerdere hartoperaties gehad. Ja, je kan natuurlijk ook niet goed rouwen, want er is geen plek voor, zeggen ze zelf ook. Je bent elke keer bezig om gerechtigheid te krijgen. Ja, en het blijft best wel lang stil, vind ik. Ja, want in november 2020 uh, wil de familie van Ivana ook een procedure starten tegen de Maleisische politie wegens wanbeleid. Dus weer een poging tot een uh, civiele procedure. Alleen dit keer in Maleisië. Ja, maar ook dat. Nee, ja, klopt. Dat, uh, nee, ze willen de inspecteur Faisal uh, persoonlijk aanklagen. Ze willen uitlevering van de Johnsons, schadevergoeding. Uh, ze willen die Faisal ook dat hij afgezet wordt. Uh, ja, het lijkt allemaal een beetje stille doodsterven. Ja, het is waarschijnlijk acties... alleen maar natuurlijk gedaan om weer druk op die, op die zaak te krijgen. Uh, maar dat gebeurt niet. Hè? Dus die zaak blijft eigenlijk stil liggen tot, uh, tot juni van dit jaar. Ja, en dan is nog steeds de vraag van uh, hè, waar zitten ze? Er zou dan een uitleveringsverzoek moeten komen natuurlijk... Om die Johnsons uit Amerika terug naar Maleisië te halen. Nou, dat is maar de vraag of dat uh, zo zal gebeuren. Want het uitleveringsverdrag tussen die landen schijnt eigenlijk zoveel ruimte te geven dat iemand in Amerika dat zelf mag bepalen of hij naar Maleisië wil gaan. Ja, alsof uh, Amerika zijn eigen onderdanen gaat uitleveren. Dat zal nooit gebeuren. Gelukkig is er iemand die het nog niet wil opgeven en dat is Sebastiaan Dijkstra. In juni van dit jaar brengt hij het boek uit, Strijden voor Gerechtigheid, Ivana. En brengt op die manier de zaak weer helemaal onder de aandacht. Hij komt ook weer in het nieuws. Ja, ik denk toch wel. Ik denk dat het goed is dat hij probeert te zorgen dat het niet gewoon helemaal vergeten gaat worden. Ja, en hij zegt zelf ook dat een uh, belangrijke motivatie om die zaak uh, op te pakken... waren voor hem dus die beschuldige vingers die naar Ivana wijzen. Uh, dat ze geregeld afgeschilderd wordt als bandeloos meisje... dat ze zelf de grenzen van het leven opzocht en er overheen ging. En dat mensen zeggen dat het haar eigen schuld was... He, alsof het vreemd is dat jonge mensen experimenteren en alsof dat uitmaakt. Uh, Oké, okay, maar het, het, het achterhalen van de waarheid, die, uh, dat werd volgens Dijkstra ook sterk bemoeilijk. Hè, omdat het Nederlandse OM eigenlijk niet de hulp levert, hè, die de familie wel had verwacht. Uh, hij heeft allemaal appjes gestuurd naar het OM, die zijn nooit beantwoord. Uh, ze hebben telefoons van Ivana, volgens mij een lijstje nog in het bezit... Waar ze niet weten wat er op staat. Uh... Ja, eigenlijk nog belangrijk bewijsmateriaal. Zelf. Ja, die krijgen ze niet terug. Er wordt ook niet op gereageerd. Uh, nou ja, toch ze Dijkstra en de familie van Ivana door. En hopelijk komt er ooit, hè, als je het bij Verstek een veroordeling. dan kunnen de nabestaanden eindelijk na zoveel jaar beginnen met een rouwproces. Want de vader, nou, ik denk de hele familie, zal de zaak nooit met rust kunnen laten. totdat de Johnsons uh, bekend hebben. Nou, en tot op de dag van vandaag blijven ze daarvoor strijden. Want. Een paar dagen geleden, en het is natuurlijk ook vier jaar geleden dat dit gebeurde. Heeft de moeder van Ivana, Karin Verstappen. Het is ook een verre nicht van Max. Heeft een open brief gericht aan premier Rutte. En daarin vraagt ze eigenlijk aan Rutte. of hij de Maleisische autoriteiten toch wil aanspreken op het ernstige falen in deze zaak. Ze heeft dat ook nog in een videoboodschap gebracht. Nou, ik denk zeker goed dat zij gewoon aandacht voor deze zaak blijft vragen. Ik weet niet of dit uiteindelijk tot iets gaat leiden. Daar ben ik wel een beetje cynisch over. Um, maar ja, wat vinden wij er eigenlijk van, Carrie? Ja, nee, er zijn meerdere scenario's die niet uit te sluiten zijn. Dat ze zelf over het balkon is geklommen, dat is een, denk een onwaarschijnlijk scenario. Ik bedoel, dat hebben we Frank van der Groot al horen zeggen. Uh, en al zou het in het gekste geval wel een scenario zijn, dan... Dan nog heeft de familie het recht op om uh, om dit tot de bodem uit te zoeken. Maar uh, ik denk moordonderzoek zou ik het niet willen noemen, hè, zoals het overal in de media staat. Uh, het is eerder nalatigheid of of geen hulp verlenen of het wegmaken van het beschadigen van de lijk, uh, het wissen van sporen. En dan wordt het denk ik een lastig verhaal om die Johnsons nog voor het gerecht te krijgen. Uh, ja, nou, hoe dan ook, uh, ik denk in ieder geval moet er een duidelijk einde aan de zaak komen. Dus hopelijk draagt deze podcast er ook een beetje aan bij hè, dat er weer wat aandacht voor die zaak is en dat we Ivana niet vergeten. Maar, nou, ik, ben, ik ben er stellig van overtuigd geraakt dat inderdaad Ivana overleden is aan een overdosis. Dat denk ik echt. En het exacte tijdstip van overlijden, dat weet, dat weet niemand. Dat is eigenlijk ook niet echt goed onderzocht. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat dat al gebeurde voordat Luna haar kind naar de crash bracht. En dat ze op dat moment natuurlijk dacht: ja, ik zorg dat mijn kind in ieder geval hier niet bij is. En dat gaf er ook wat tijd om na te denken over wat de volgende stap zou kunnen zijn. Uh, en zij dacht natuurlijk, ze dachten ook na over de gevolgen als zij betrapt zouden worden met drugsgebruik. En uh, het feit dat daar iemand aan overleden was. En terecht wat je zegt: hè, dat hoeft niet moord te zijn, maar dat kan ook het nalaten zijn van hulp bieden. Als je ziet dat iemand het heel erg slecht heeft. Dan zou je hulp kunnen inroepen. De vraag is als je zelf ook onder de drugs zit of je wel waarneemt dat iemand er bijna aan onderdoor gaat. Maar ik denk dat dat wel gebeurd is door het overdosis aan drugs. Ik denk uiteindelijk dat zij rond 1 à 2 uur van het balkon gegooid is en dan baseer ik me op een getuigenis van een restauranthouder die een harde klap heeft gehoord. Alsof er een steen door een dak viel. En uh, het overtrof in ieder geval het verkeersgeluid in Maleisië. Uh, maar dat is ja, nog steeds. Maar dus niet... Deze getuigenis schijnt helemaal niets op te Ja, maar laat ik zo zeggen, het is sowieso ergens ja. tussen half tien nee, en dat doet, half Nee, dat twee. doet er ook niet toe. Het maakt niet, uit. Het, het maakt niet zozeer uit. Het gaat meer om, denk ik, wat, er, uh, wat het aandeel van de Johnsons is geweest. Nou ja, uiteindelijk hebben zij door uh, haar over het balkon te gooien. toen ze al dood was in mijn uh, ogen. hebben ze in ieder geval geprobeerd de doodsoorzaak te te verhullen, want ze hebben een cruciale. Precies. Met moord zullen ze nooit wegkomen, in ieder geval. Nee, maar ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen: Dit meisje is bij ons inderdaad overleden door een overdosis. Uh, we hebben nog van alles geprobeerd. Dat hebben ze nou, dus niet. Het, het, maar het, waarschijnlijk is het ook um, de manier hoe zij gevonden is: dus met die handen, is ze in haar slaap overleden of in haar bed overleden. Dus is het niet een plotsklapse... Uh... Nee, dat zou kunnen, maar nog hadden zij iets anders kunnen doen dan haar over het balkon gooien. Uiteraard. Ja. En, en daarvoor moet ze vervolgd worden, maar ja. ja... Maar ik denk als ze het anders ingezet hadden, dan hadden ze misschien in het begin meer succes gehad... als ze niet direct voor die moord uh, waren gegaan. Ja. Ik vrees dat het nooit helemaal duidelijk zal worden. Maar... Nee, sterkt in ieder geval aan de, aan de familie... Absoluut. En ook, uh, nou ja, ook de, de eer aan Sebastian Diekstra. Waanzinnig knap dat hij dit allemaal pro bono uh, doet. Ja, heel bijzonder. En het ook nog steeds uh, voor blijft inzetten. Hij heeft het echt nog niet opgegeven. Nee, want echt alles en iedereen is om hulp gevraagd. Van buitenlandse zaken, OM, Interpol, uh, Frank van der Groot, het de Engelse privédetective. Je kunt niet zeggen dat hij en de familie Smit er niets aan gedaan uh, hebben om de waarheid boven tafel te krijgen. Nee, en er is natuurlijk ongelooflijk veel geschreven over deze zaak. En we zullen ook verwijzing maken naar de documentaire. Er is heel veel beeldmateriaal. We zullen de belangrijke dingen of de dingen waarvan wij denken dat het interessant is, zullen we online zetten. En dat doen we zoals jullie gewend zijn: altijd via Twitter of Instagram Moordzaken Podcast.